gisteren hebben wij de onafhankelijkheidsviering gehad, residentie. En we hebben enkele minder prettige momenten gehad nabij het onafhankelijkheidsplein. Maar heeft zich een situatie voorgedaan waarbij burgers hebben geprotesteerd. We hebben gevraagd aan een van de deskundigen wat betreft het begeleiden van jongeren, mevrouw Emmy Hart, wat zij vindt van het incident. Natuurlijk is mishandelen niet goed, hè. Het is niet goed te praten, je kan geen mensen mishandelen. Wie ben jij? En toch moeten we naar de, ik zei je al toch, ik kan niet oordelen als je de achtergrond niet, de diepere achtergrond niet kent. Aan de andere kant zijn er regels. Het zou wat mooi zijn als ik bijvoorbeeld op straat rijd en ik heb geen seatbel aan. Of ik zou mijn telefoon net nemen en ik zie de politieagent. Moet ik beven alle kanten. Ik stop direct, want die man is een gezagdrager. En ik heb eerbied voor hem. Dus ik neem mijn telefoon, ik schrik. Ik adem bijna niet. Omdat hij een gezagdrager is. Als ik een agent zie, een militair. Ik weet dat ik moet letten op mijn tellen. Dus als er iets gebeurt dat de politie uit het hoofd die mevrouw geklapt heeft, ik heb het niet gezien, dan is die politieagent misschien fout. Maar er zal wel een achterliggende reden zijn hoe het komt dat hij tot zo'n handeling is gekomen. Want ik hoorde dat ding, mensen vertelden het, dat er provocerend taalgebruik was en dat er dingen gezegd zijn. En je staat daar als gezagdrager, je moet wat doen. En dan kan je twee dingen doen, je kan zeggen, praat maar, of ga er voorbij, of doe maar. Maar dat wordt anarchie in Suriname. Als je iedereen laat doen wat ze willen doen, dan hoef je geen politieagent te zijn. Maar aan de andere kant, wanneer trek je uit? Want je kan zeggen, ik heb het niet gezien hoor. Je kan zeggen, je stoot. Maar ik weet niet precies. If klap, klap, dan moeten we even gaan kijken wat heeft gemaakt dat het zover is gekomen. En dat is een onderzoekje waard. Aan de andere kant dienen wij als burger respect te hebben. Alleen het feit dat die man daar staat en die man zegt, je gaat niet verder, moet je direct stoppen. Want als respect uit Suriname, want respect is bijna weg. Als respect op alle fronten weggaat, hoe deed je met tegen, hoe deed je? Want als je politieagent ziet, een man zegt, stop. Blijft u daar staan en je zegt, je wilt toch gaan. En hoe kan? Waar blijft respect? En respect is een waarde. Het is zo'n mooie waarde. Toen de president begon in het land, heeft hij gezegd, hij zoekt vertrouwen. Ik was tegen de president. Ik heb het op de radio gezegd. Ik zeg, president, je moet geen vertrouwen zoeken. Je moet respect zoeken. Want als respect weg is, dan vertrouw ik weer automatisch. Nu begrijp ik hem wel, hoor. Hij zoekt vertrouwen, want door vertrouwen komt er ook respect mee. Toch blijf ik op mijn standpunt. Elke Surinamer moet respect hebben voor de anderen. Dus wat er ook is gebeurd, respect moet de boventoon voeren. En iemand staat daar als een onze gewapende machten. Die man staat daar niet voor mooi. Maar hij wil roken. Alleen moeten we gaan kijken wat heeft gemaakt dat. Waar wij horen gehoorzaam te zijn. Want soms, niet zo, soms, wat wij nu merken is dat vele mensen ongehoorzaam doen. Ze zijn niet ongehoorzaam, ze doen ongehoorzaam. En dat vertaalt zich wel in ongewenst gedrag. En ongewenst gedrag, als je hem niet corrigeert, wordt het probleemgedrag. En probleemgedrag, als je hem niet corrigeert, wat wordt het? Crimineel gedrag. Dus laten we allen met z'n allen kijken hoe we ongewenst gedrag direct corrigeren. Ik denk dat de politieagent gedacht heeft, dit moet ik stoppen, is ongewenst gedrag. Maar wat betitel je als ongewenst gedrag? Dat laat ik aan jullie over. Ik heb het nog niet gezien. En ik zeg, respect moet de boventoon voeren. En zo heeft u dat gehoord van mevrouw Emmy Hart, die haar mening geeft over de situatie nabij het onafhankelijkheidsplein. Volgens mevrouw Hart moeten burgers als ook agenten erkalen respecteren. Dit was Jean-Marc Belfort, Sun Web TV.